In de Nationale Assemblée hebben gisteren verschillende leden aandacht gevraagd voor de situatie in Peking Saron. Op dinsdag 2 mei vonden er in het dorp zware ongeregeldheden plaats met 2 doden en enkele gewonden tot gevolg. Ook zijn er houttrucks en een politiebureau in brand gestoken. NDP-parlementariër Rabinder Permeser zegt dat er uitleg gegeven moet worden hoe deze situatie is ontstaan en wat de ware toedracht is geweest. Het materiële, immateriële en het menselijk leed is enorm, zegt Permeser. Concrete maatregelen van de regering blijven achterwegen om bijvoorbeeld de illegaal uitgegeven gronden en concessierechten gelijk onwettig te verklaren. De mensen dienen hun bestaanszekerheid waarborgen te krijgen. En dat geeft de regering nog steeds niet. Er zijn geen concrete toezeggingen tijdens de regering gedaan om het leed van de getroffenen te verzachten, zoals medische en andere voorzieningen van de gewonden, tegemoetkomingen bij begrafenissen, schade aan de truckhouders en anderen te compenseren. Integendeel heeft de regering voor de zoveelste keer weinig medeleven getoond en uitspraken gedaan waaraan betrokkenen weinig hebben, maar enkel zich beperkt tot een partieel verslag van het gebeurde op 2 mei. Eigenlijk heeft de regering ons niets nieuws verteld, voorzitter. VHP-parlementariër Rajinder Kumar Debi erkent dat het gebeuren in Peking Saron voor veel beroering in de gemeenschap heeft gezorgd. Echter wees hij erop dat Suriname in een situatie is beland waarbij alle problemen op sociaal en economisch gebied worden toegeschreven aan de regering. Debi benadrukt dat de acties van de afgelopen week etnisch zwaar beladen zijn. Alles wordt richting een bepaalde etnische groep geschoven, naar de Kuli. Voorzitter, bij de acties of de pijnlijke gebeurtenissen in Peking Saron wordt de zaak ook in een etnische sfeer gebracht. Duidelijk gericht aan een bepaalde bevolkingsgroep. Hier in uw college en daarbuiten hebben leden van de oppositie, vooral de NDP, alles in het werk gesteld om de pijnlijke gebeurtenissen in de schoenen van deze regering en de president te schuiven. Het lid Debi benadrukt dat het land steeds dieper in een chaos geraakt, waarbij er sprake is van onrechtmatigheid en etnische spanningen.